Dag Greet. Welkom. Hallo. Kom binnen. Dankjewel, dankjewel. Oh, lekker warm hier. Greet, dit is jouw warme, gezellige huis en thuis. Hoe belangrijk is het om thuis te hebben? Voor mij is dat super belangrijk. Dat ik me geborgen en veilig voel. En ja, ik hou van cocongevoel. Zo. Het moet altijd gezellig zijn. Nu is natuurlijk de kerstperiode voorbij de feestdagen en zo, maar ik moet altijd kaarsjes hebben. Het moet altijd, s'avonds ook als we dan tv gaan kijken, open haard aan. Kaarsjes, zelfs in de zomer, hè, zo s'avonds laat, als we dan buiten hebben gezeten, komen terug binnen. Gezelligheid is voor mij heel belangrijk. Warmte, dat rustig is. Vooral ja, de rust hou ik ontzettend van. Ik heb al een beetje gespiekt, hè. En ik heb 2 keer moeten kijken. Maar jij bent het wel degelijk. Ja, dat is heel lang geleden. Ik denk dat ik 1 jaar of 20 was. En dat is een foto die is toen genomen, denk door een fotograaf. En waarschijnlijk omdat ik ergens een auditie moest gaan doen. Of dat ze gevraagd hadden, zo, nu hebben ze allemaal een portfolio. Zo'n boek met allemaal spectaculaire, mooie foto's. Maar toen was dat gewoon wat belichting erop en zelf wat make-up doen. En die heeft nooit aan de muur gehangen. Of die zat altijd zo op een rolletje in een kokertje. En Bart heeft die dan gezien en die zei van, ja, die wil ik aan de muur. Kader gekocht en sindsdien is nog maar een paar weken hangt de foto aan de muur. Ja, ja. Kom eens even hier, want ik wil ze nu toch eens even naast elkaar zien. Ja. Wat zie jij nu als je die jonge meid van 20 jaar ziet? Ze ziet er wel lief uit, hè? Vind je niet? Nogal heilig eigenlijk. Was ze zo heilig op haar 20ste? Ik ben altijd nogal een brave geweest. Pas op, als het mij niet zint, dan zeg ik het wel hoor. Ja. Ik kan echt wel opkomen voor mezelf. Maar ik was tamelijk rustig. Een meisje dat niet naar discotheken ging, niet uitging, niet op café ging. Heel plichtsbewust, heel gedisciplineerd. Ik zat ook op de balletschool. Dus, dat was die periode nog? Ja, dat was zo net tegen, denk ik. Ik zat toen al in het Ballet van Vlaanderen. Wow. En Ik was heel consequent ook. 'S avonds om 9 uur lag ik in mijn bed en 's ochtends heel vroeg, zeker tijdens de schoolperiode. Ja, ja.